Je ziet gewoon dingen, dan denk je, verdik me. De wereld zou zo simpel kunnen zijn. Hè? En mensen lopen tegen zaken aan en je denkt van, dat is toch gewoon bijna niet te begrijpen. Hoe is dat ooit gegroeid? Vandaag gaan we werkbezoek bij Miens Thuis. Dat is een horecagelegenheid gecombineerd met zorg en dagbesteding. Ik hou ervan om met mensen te spreken en te zien wat hen nou vanuit de praktijk beweegt. En waar ze tegenaan lopen, want je kunt je kennis wel uit de bibliotheek of van geschreven stukken halen, maar beter is nog altijd uit de eerste hand bij de mensen thuis. Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold, want ik ben altijd bezig geweest met de gemeenschap hier in Os, of het nou scouting was of kerk. Ja, je wilt iets betekenen, dus ik denk van ja, politiek zou ook wel wat zijn. En na 6 jaar wethouderschap ben ik op gesprek gegaan op verzoek van ja, zou Den Haag misschien iets voor je zijn? Ik wist van tevoren wel, ik moet gewoon een sociale portefeuille hebben. Iets met mensen, iets met onderwijs of zorg of werk en inkomen of integratie. Er zijn momenten geweest die maken dat je echt, nou knettergek is een zwaar woord, maar dat loopt niet altijd even soepel. Wat is nou de agenda van een mens gewoon hier? Waar lopen die tegenaan? Wat zijn nou de concrete dingen en wat kun je daar dan vervolgens aan doen? Ik denk dat dit de rustigste plek van de gemeente is eigenlijk. Je bent de hele dag bezig met mensen, met papieren en daar moet je soms over denken. Je hebt ook zin om een beetje te bewegen. En hoe kan het nou beter dan buiten? Lekker buiten zijn en in de natuur. Het blijkt toch dat na een flinke wandeling door de natuur een aantal dingen vanzelf gaan. Als ik de hele dag alleen maar binnen ben, dan gaat het niet goed met mij. Met mensen praten over wat hen beweegt en wat ze bezighoudt en waar ze tegenaan lopen, ja, dat voelt niet als werk. Dat is gewoon echt mooi. En als je oprecht nieuwsgierig bent en geïnteresseerd en de mogelijkheid hebt om er misschien ook nog een klein beetje iets aan te doen, ja, dan geeft dat een boost van energie, dat wil je niet weten. We zijn ook bij de Burgthoeve en daar, dat is een mooi familiebedrijf van de familie van de Burg natuurlijk. En daar woont Nelly al heel veel jaren. En daar zorgt ze voor de paarden. En daar woont ze en daar werkt ze en daar leeft ze. En ze woont er al lang, maar ze wilde nooit meer weg, hoor ik net. He? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, Bert vertelt wel eens dingen waar hij tegenaan loopt in het dagelijks leven. Dan is er weer zoiets goeds bedacht. Ja. En dat blijkt dan in de praktijk toch genuanceerder te liggen. Ja, nee. En dan krijg je bijles een beetje, en dat moet ook. En dan weet je, en dan ja, met die praktijkkennis, daar probeer je dan iets mee te doen ook in Os of nu dan in Den Haag. Als je eenmaal die kijk op de dingen hebt, of je nou als wethouder is, of ook als leerkracht, of als directeur, maar ook als kamerlid, ja, dan wil ik het ook gewoon. En dan ga je met volle kracht proberen ook echt te doen. Dat geeft gewoon sowieso een fijn gevoel om samen met anderen ergens letterlijk het beste van te maken. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Als je denkt, hier draag ik echt mijn steentje bij en maak je ook een beetje verschil, dan hoop ik dat ik er lange tijd zit.